Het is een beetje koud om te gaan spelen varen, maar het kan niet anders. De Bredase kunstenaar Yvonne neemt ons mee naar haar nieuwste kunstwerk. De oude trambrug aan de rand van het Bredase centrum is verhoogd. Zo kunnen wat grotere boten straks ook de Bredase haven invaren. In het beton onder de brug, die straks de Koning Willem-Alexanderbrug gaat heten, staat een gedicht van Yvonne. Ineens is er dit brede contact met dingen waarvan wij niet wisten dat ze zo koninklijk zijn. En altijd al in en buiten ons hebben bestaan. Wie onder de nieuwe brug doorvaart, is opeens in het centrum van Breda. Dat is een van de dingen die Yvonne's gedicht beschrijft. Ineens is er de grote kerk, echt hartje stad. En daar is dit een verbinding tussen. En even dat, even ruimte. Is dit een leuke opdracht? Ja, dit is echt heel erg leuk. En ook verrassend, want zo'n opdracht krijg je. Maar dan moet je heel snel aan de slag en gaat het dan komen. Dat is ook een soort genade hoor, hè? Of het dan komt, om maar in die termen te spreken. Want waarom moest het snel? Alles moet hier snel met deze brug. Dat heb ik ook vernomen van de mannen die hier in juni zijn begonnen. Alles moet snel. Met grote letters in het beton. Maar alleen maar leesbaar voor wie onder de brug doorvaart. Wil je het allemaal ervaren, zul je een bootje moeten pakken. Ja, dat is fijn. Het is eigenlijk een soort geheim wat de Bredanaars met elkaar delen. Ja, inderdaad. Een stad heeft vele geheimen en dit is een soort publiek geheim. Ja.